Nieuwe act door de morgen. Zo beginnen eerst even voor de ANP-nieuws van 6 uur. Evelien de Bruin, goedemorgen. Goedemorgen. Nieuwe afzettingsprocedure Trump. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden doet later vandaag een nieuwe poging om president Trump af te zetten. Vanwege het opruien van aanhangers die het Capitool bestormden, heeft de democratische voorzitter Nancy Pelosi bekendgemaakt. Vicepresident Pence wordt gevraagd om Trump uit zijn ambt te zetten. Het doel is niet zozeer het afzetten van Trump, maar om te voorkomen dat hij in 2024 nog een gooi kan doen naar het presidentschap. Ondernemers hebben de steunmaatregelen van het kabinet hard nodig nu de lockdown wordt verlengd met 3 weken. Winkeliers vrezen de komende maanden een golf aan faillissementen en ontslagen. Ze zitten met enorme voorraden die ze niet kwijt kunnen, zegt branchevereniging In Retail bij de NOS. De winkels hangen vol, puilen uit, straks komen de nieuwe voorraden weer aan. Dat moet allemaal afgeschreven worden. Er is nu geen omzet om de rekeningen en de voorraden te betalen. Dus op korte termijn is vooral die steun heel erg belangrijk voor die voorraden. En ook Koninklijke Horeca Nederland wil dat er meer geld komt. De gemeente Eindhoven heeft een laatste waarschuwing gegeven aan een barbecue-restaurant dat lak had aan de lockdown en van het weekend gewoon openging. Als de coronaregels nog 1 keer worden overtreden, gaat het restaurant definitief dicht. De eigenaren vinden de lockdown te lang duren en hebben op Facebook aangekondigd hun zaak open te gooien. Fuck it! Fuck it! Yes. We gaan open, we zijn open vanaf nu. Was het 7 januari? Wij zijn open. Yes. Meerdere mensen kwamen inderdaad een hapje eten. In Rotterdam-Zuid zijn afgelopen nacht 7 woningen beschadigd geraakt na een krachtige explosie. Ook auto's raakten beschadigd. Volgens de politie was de ontploffing op de Kronenburg rond 3 uur vannacht. De ramen van huizen in de omgeving liepen schade op, maar bewoners hoefden hun huizen niet te verlaten en niemand raakte gewond. Politie is een onderzoek begonnen en vraagt buurtbewoners die beelden hebben van de explosie zich te melden. Het Radio 10 weer van weer.nl. Het is bewolkt, er kan een spatje motregen vallen. Vooral aan zee waait het stevig en het wordt 3 tot 7 graden. Vanavond en vannacht gaat het harder regenen en waaien en morgen stijgt de temperatuur dan een paar graden. En meer weer op weer.nl. Speelt u al?